is mijn knuffel, Aapje. Kijk, hij kan ronddraaien. Zie je wel? Woehoe. Leuk hoor, Nina. Dank je. Knorretje, nu mag jij je speelgoed laten zien. Oh, fijn. Dit is Kwaki de Eend. Ze doet kwaak. Oh, mijn krokodil doet hap. Wil je dat laten zien, Daan? Oh. Kijk. Hij is mooi, hè? Wat een prachtige krokodil, Daan. En ook een mooie kwaakeend, Knorretje. We hebben tijd voor nog één knuffel. Wat heb jij meegebracht, Nijntje? Mijn beer natuurlijk. Hij houdt van dansen. En springen. En van knuffelen. Oh, ik kan wel zien dat jij heel veel van je beer houdt, Nijntje. Goed, deze speelgoeddag op school is nu afgelopen. Tijd om naar huis te gaan. Stop je speelgoed maar weg en ga dan maar je jas pakken. We gaan naar huis. Ja. Rennen! Tot morgen. Dag Nina. Dag. Dag Nijntje. Tot morgen. Mama, mama. Beer vond het zo leuk op school. Oh, echt? Oh nee. Dat is niet mijn beer. Dat is de krokodil van Daan. Oh nee toch? Je hebt per ongeluk de tas van Daan mee naar huis genomen. En dan heeft Daan de jouwe. Geeft niet. Jullie kunnen morgen weer ruilen. Morgen? Maar dan ga ik mijn beer missen. En Daan zal zijn krokodil missen. Dat is waar. Ik zal op de krokodil van Daan passen en dan mag hij op mijn beer passen. Zo mag ik het horen. Ik vraag me wel af hoe je voor een krokodil moet zorgen. Je moet hem knuffelen. Oeh, hij prikt een beetje. Misschien houden krokodillen niet van knuffelen. Maar waar zouden ze wel van houden? Dat gaan we uitzoeken, krokodil. Wat ben je aan het doen, Nijntje? Ik ga een stukje wandelen met krokodil. Maar hij past er niet in. Ik geloof niet dat krokodillen wandelen in een wandelwagen, Nijntje. Huh? Oh! Krokodil hoeft niet in de wandelwagen. Hij heeft zijn eigen wielen. Zo, klaar, krokodil? Hop, kom maar. Hop, hop, hop. Kijk, krokodil, dit is de bank. Die zit heel lekker. Hop, hop, hop. En dit is tante Trein. Ze heeft een mooie jurk aan. Vind je ook niet? Hop, hop, hop. Oh, hallo Nijntje. Wie is dit? Dit is krokodil. Ik pas op hem voor Daan. Leuk om je te ontmoeten, krokodil. Ik heb net even met hem gewandeld. En nu heeft hij heel veel honger. Zo, dan is het maar goed dat het etenstijd is. Hou je niet van wortels, krokodil? Misschien houdt hij wel van erwten. Oh! Nee. Hij houdt ook niet van de erwten. Hé, hey, hij houdt toch wel van erwten? Inderdaad. Zo, dat is een mooie deken. Sst, krokodil slaapt. Oh ja, hij heeft een drukke dag gehad. Je hebt erg goed voor hem gezorgd. Mwah. Slaap lekker, Nijntje. Dag, mama. Slaap lekker, krokodil. En slaap lekker beer in het huis vandaan. Oh, waar blijft ze nou? Daan! Hoi, Nijntje. Kijk eens! Krokodil! Jij had hem! Ik heb goed voor hem gezorgd. We hebben een wandeling gemaakt en ik heb hem erwten gegeven. Dank je, Nijntje. Hij houdt niet van wortels, maar wel van erwten. Echt waar?
Dat wist ik niet. Mag ik beer nu terug hebben? Ik heb je beer niet. Dat is mijn beer niet. Nee, het is de kwaakeend van Knorretje. Maar waar is mijn beer dan? Nijntje, Daan. Kwaakie. Hallo, Kwaakie de eend. Maar waar is mijn beer? Hier natuurlijk. Oh, beer! Ik heb je zo gemist. Ik heb heel goed voor hem gezorgd, hoor. Dankjewel, Knorretje. Dat is lief van je. Geen probleem. Ik vond het leuk om op beer te passen, maar ik hou het meest van Kwaakie in. Hij houdt ook van jou. Kom mee! Kom mee, krokodil. Kom mee, Nina. Hop, hop, hop. Ik dacht dat het gisteren speelgoeddag was. Oh, hoi Nina. Hoi Knorretje. Hallo Nijntje. We gaan zo naar de heuvel om te vliegeren. Kom met ons mee. Woehoe. Ja, leuk. Wacht, dan haal ik even mijn vlieger. Schiet op, Nijntje. Ik wil meteen gaan. Wee. Gaan jullie maar vast. Dan kom ik zo. Voordat Knorretje de lucht in gaat. Kom op, schiet nou op. Tot straks dan, Nijntje. Tot straks. Dag. Nee. Hallo, Nijntje. Waarom heb je zo'n haast? Nina en Knorretje gaan naar de heuvel om te vliegen. Ik ga er ook naartoe. Oh, dat klinkt leuk. Aha. Hij zit vast. Niet te hard trekken, Nijntje, anders gaat hij kapot. Oh, nee. Nu is hij kapot. Hij is niet helemaal kapot. Het papier is niet kapot. Alleen het ene stokje. Als ik een nieuwe stok kan vinden, kan ik hem misschien maken. Mama, mama, mijn vlieger is kapot en ik heb een stokje nodig om hem te maken. Je hebt geluk, Nijntje. Ik heb hier een paar stokjes. Die is wel erg dun. Ja, dat is zo. Ik denk niet dat deze stok sterk genoeg is voor een vlieger. Je kan er papieren bloemen mee maken, zie je wel? Wauw, die zijn mooi. Ze zijn bijna af. Ik moet er alleen nog een lint om binden. Welke vind jij het mooiste? Deze. Weet je, toen ik de stokjes ging kopen, kocht Betje Big ook stokjes. Misschien kan zij je helpen. Oh, bedankt mama. Ik ga het meteen vragen. Succes, Nijntje. Ja, prachtig. Hallo, Betje. Hé, hey, hallo, Nijntje. Ik maak net een plantensteun voor mijn snijbonen. Betje, ik heb een stok nodig om mijn kapotte vlieger te maken. Mag ik deze gebruiken? Natuurlijk. Hij is te zwaar. En als hij te zwaar is, kan de vlieger niet omhoog. Wat jammer, Nijntje. Maar ik ken iemand die heel goed dingen kan repareren. Misschien kan hij je wel helpen. Oh ja, natuurlijk. Boris. Bedankt, Betje. Dag, Nijntje. Boris, help. Hoi, Nijntje. Mijn vlieger is kapot en ik heb een stok nodig om hem te maken. Ik kom zo bij je. Ik probeer net een jakkes. Ik zal je helpen. Fantastisch. Bedankt, Nijntje. Zo. Een vliegerstok, alsjeblieft. Bedankt, Boris. Oh, nee. Hij is te kort. Oh. Het spijt me, Nijntje. Maar ik heb geen andere stokjes. Niemand heeft de goede stokjes. Zo kan ik nooit mijn vlieger maken. Maak je geen... Oh, wacht even. Maak je geen zorgen, Nijntje. Nijntje? Waar ben je gebleven? Oh, nee. Hé, ik vraag me af... Wat is er, Nijntje? Ik kon mijn vlieger niet maken. Oh, wat jammer, zeg. Kijk, de vliegers dansen.
is zo leuk om naar te kijken. Ja, wat is er leuker dan naar vliegers kijken? Naar vliegers kijken? Met mijn vrienden. Nina, Knorretje, ik kom eraan. Nijntje, dat duurde lang. Oh, wat is er met je vlieger gebeurd, Nijntje? Hij ging kapot. Ik probeerde hem te maken, maar het lukte niet. Hier, je mag wel even met de mijne vliegeren. Nee, nee, hier is de mijne. Nee, de mijne. Hier. Hier. Daar ben ik weer, Nijntje. Hé, kijk, daar is Boris. Hoi, Boris. Je hebt me zo goed geholpen met mijn lampenkap, dat ik een verrassing voor je heb gemaakt. Wat is het? Het is een vlieger. Hij is gemaakt van het materiaal dat ik over had van de lampenkap. Oh, dank je, Boris. Hij is wel slap. Ja, dat komt omdat het een speciale vlieger is die geen stokken nodig heeft. Geen stokken? Maar hoe kan hij dan vliegen? Wacht maar af. Klaar? 1, 2, 3, nu! Oh, oeh. Hij vliegt zonder stokken. Ja, geweldig, hè? Wauw, dat is te gek. Moet je kijken. Hier. Oh. Nijntje, mag ik ook een keer? Nee, ik eerst. Hallo, Nijntje. Hallo. Zo te zien wil je zo snel mogelijk naar huis. Ja, het was de laatste schooldag vandaag. En papa zei dat hij voor mij en mijn vriendjes een verrassing heeft. Oh, wat dan? Dat weet ik niet. Daarom heb ik zo'n haast. Wauw, oh, een springkussen. Wat een fijne verrassing. Dank je, papa. Oh, graag gedaan, Nijntje. Oh, ik kan niet wachten om erop te gaan en te laten zien hoe het werkt. Ik zal jou even voor laten gaan. Het is moeilijk om erop te lopen. Wow, het wiebelt heel erg. Maar het doet geen pijn als je valt. Dan stuit hij je gewoon weer overeind. Ja! Wow, goed zo, Nijntje. Op en neer, op en neer. Boy, dit is te gek. Boing, 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 spring maar lekker hoog. Boing, 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 tot aan de regenboog. Oeh, oh, je zult wel dorst hebben na al dat drukke gespring. Toch? Kom maar wat drinken halen. Oh, goed idee. Oh, ja. Hij veert wel heel erg goed, hè? Misschien dat ik ook even een poging... Hè? Wauw! Hoi, Nina. Hoi. Heb je ook zin om te springen? Ja. Kom maar, Nina. Ah. Prima. Hoi. Misschien kan ik straks wel even. Ja. Ik weet wat. We gaan samen springen. 1, 2, 3. Boing. Ja, dat is... Boing, boing. Dat lijkt me heel erg leuk. Boing. Kijk eens, papa. 1, 2, 3. Boing. Ja! 1, 2, 3 en op je billen! Ja! Oeh, ik krijg net een geweldig idee. Zullen we nu met z'n drieën gaan springen? Hm? Oh, dat is zeker een goed idee. Ja. Maak plaats voor Knorretje. Hoera! Oh, er staat al drinken klaar. Waarom staat er een verbanddoos? Oh, voor het geval iemand zich bezeert. Oh. Niet bang zijn, Knorretje. Het doet geen pijn. Zelfs niet als je valt. Oh. Hier kom ik! Ja! Kom maar, Knorretje. Kom dan. Ja! Boing, 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 boing. Spring maar lekker hoog.
Boing, 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 tot aan de regenboog. Boing, 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 spring maar lekker hoog. Boing, 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 tot aan de regenboog. Boing, 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 spring maar lekker hoog. Boing, 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 tot aan de regenboog. Boing, 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 spring maar lekker hoog. Boing, 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 tot aan de regenboog. Jullie zullen nu wel dorst hebben. Kom maar even een lekker koel drankje halen. Nee, dank je, papa. Het is veel te leuk om te stoppen. Ja, echt veel te leuk. Weten jullie dat zeker? Want deze limonade is zo koel en verfrissend. Misschien een klein slokje. Vooruit dan maar. Ik ook. Wel jammer dat het kasteel er nu zo verlaten bij staat. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Ik heb hem lek geprikt. Gaat het wel? Moet een pleister. Dat hoeft niet, Knorretje. Dank je. Oh. Wacht eens even. Misschien is een pleister toch heel handig. Echt waar? We hoeven alleen maar het gat te vinden. Volgens mij zit het ergens in het midden. Hier zit het. En hier is de pleister. Hier is de pomp. En hier is de pompkracht. Ja! Oh. Oh. Yeah! Bijna klaar. Ja! Ja! Bedankt, papa. Hij is weer zo goed als nieuw. Joehoe. Als je wil, mag jij als eerste springen? Misschien moeten we hem maar even laten rusten. Ja. Sst.